Hoi en welkom bij onze serie tutorial Mijn Workshop. Hier vind je de eerste basiskennis en leer je stap voor stap hoe de naaiwereld in elkaar zit. Heel simpel. De basics heb je ondertussen al onder de knie. In deze tutorial maak je voor de eerste keer kennis met de eerste stappen voor gevorderden. In deze tutorial leer je hoe je een beleg van een jasje naait en met stevige stof moet werken die soms een beetje moeilijk te verwerken is. En je leert hoe je een zoom onzichtbaar vastnaait. Wij maken het model met de Bernette B35, die ideaal is voor je eerste naaiprojecten. Voor het jasje hebben wij cambray stof genomen, in een stijl van Sepalu. Ook hier adviseren wij de stof van tevoren te wassen. Verder heb je nog noden, bijpassende naaigaren, een stukje tussenvoering, kleermakerskrijt, een naaimachinenaald, een naainaald, een geodriehoek, een centimeter, spelden, een schaar voor stof, een kleine handwerkschaar, een schaar voor papier, een raderwieltje, kopieerpapier, een liniaal en een strijkijzer. Eerst bepaal je door te meten welke patroonmaat de passende maat is. Voor het jasje meet je de borstwijdte en de taillewijdte. Hoe je die opmeet staat op pagina 12 toegelicht. Hier vul je ook jouw lichaamsmaten in de tabel in. Op werkblad 3 staan de patroondelen die je nodig hebt. Elke maat heeft een eigen patroonlijn. Markeer met een kleurtje de patroonlijn die voor jouw maat geldt. En knip dan de betreffende papierdelen met de schaar voor papier uit. Nu bereid je de stof voor het knippen voor. Leg de stof plat op de tafel neer. De verkeerde kant, die later bij het jasje binnen zit, ligt boven. Hoe je herkent welke kant de goede en welke kant de verkeerde kant is, heb je al in de vorige tutorial geleerd. In het knipvoorbeeld in de beschrijving kun je zien hoe je de papieren delen het beste op de stof legt. Leg eerst deel 2 met de beschreven kant naar boven op de stof. De rand waar de draadrichting staat ligt parallel aan de zelfkant. Meet met de centimeter aan het begin en einde de afstand van de lijn voor de draadrichting tot de zelfkant. Zo controleer je of het papieren deel inderdaad parallel aan de rand ligt. Dan kun je rondom met spelden vastzetten. Leg daarna het papieren deel 1 ook met de beschreven kant naar boven op de stof. En evenwijdig aan de zelfkant. Tot slot leg je de delen 3 en 4 op dezelfde manier op de stof en speld je ze vast. Ook hier heeft het papieren deel alleen de wijdte van het jasje. Daarom moeten de naden en zoom direct op de stof getekend worden. Leg de geodriehoek bij de zoom en de mouwrand van deel 2 en teken met het kleermakerskrijt een lijn parallel op een afstand van 3 cm op de stof. Bij de andere randen teken je 1,5 cm naad. Herhaal dit bij deel 1. Bij deel 3 wordt rondom 1,5 cm naad getekend. Deel 4 wordt aan de stofvouw gelegd en geknipt, waardoor er bij deze rand geen naad is. Bij alle andere randen teken je weer 1,5 cm naad. We hebben tot nu toe de helft van het jasje getekend. Voor de volgende stap worden de delen gespiegeld. Neem alle papieren delen van de stof en draai ze om, zodat de niet beschreven kant boven ligt. Begin met deel 4 en leg het precies bij de rand van de stofvouw neer. Teken weer 1,5 cm naad bij de randen. Leg dan deel 3 neer en teken weer 1,5 cm naad rondom de randen. Leg dan deel 1 en 2 weer parallel aan de zelfkant neer. Controleer de afstand met de centimeter. Dan teken je net als tevoren de naden en zoom. Omdat je later de verkeerde kant herkent, kun je bij de delen met kleermakerskrijt nog een kruisje voor de verkeerde kant aangeven.
Dan knip je de stoffen delen bij de buitenste krijtlijnen met de schaar voor de stof uit. Bij de halsrand van het jasje worden later de zogenaamde belegdelen vastgestikt. Dit zijn de delen 3 en 4. Deze delen worden eerst met de tussenvoering verstevigd, zodat de halsrand en de voorrand mooi in vorm blijven. De tussenvoering heeft een gladde kant en een kant met een zelfklevend laagje dat tijdens het opstrijken door de hitte verdwijnt en zo de lagen met elkaar verbindt. Voor de tussenvoering voor de voorrand knip je eerst bij het papieren deel 1 de voorste rand bij de vouwlijn eraf. Dan vouw je de tussenvoering zo dubbel dat het zelfklevende laagje binnen ligt. Spel deel 4 bij de gevouwen rand en deel 3 eronder vast. Teken met het potlood en de geodriehoek de naad van 1,5 cm rondom op de tussenvoering. Het afgeknipte deel van het papieren deel 1 speld je ook op de tussenvoering vast. De rand met naadcijfer 4 heeft 1,5 cm naad. Bij de tegenoverliggende rand wordt er geen naad getekend. De onderrand heeft een 3 cm brede zoom. Nu kun je alle delen uitknippen. Haal nu de papieren delen van de tussenvoering eraf. Leg voor het opstrijken een restje stof op de strijkplank, zodat het strijkplankroes beschermd wordt. Leg de geknipte stoffen delen met de verkeerde kant naar boven op de strijkplank. Leg de delen van de tussenvoering met het zelfklevende laagje naar onderen op de rand van de stoffen delen. Strijk zonder stoom de tussenvoering op door met lichte druk ongeveer 10 seconden het strijkijzer neer te zetten. Schuif daarbij het strijkijzer niet, maar til deze steeds op. Anders kunnen er plooien ontstaan. Lees van tevoren eerst de aanwijzingen van de fabrikant op de tussenvoering. Vouw deel 4 nu weer bij de gevouwen rand om, zodat de goede kant binnen ligt. Leg alle delen nauwkeurig op elkaar. Nu plak je de afgeknipte strook van deel 1 weer aan het andere deel. Speld nu de papieren delen zo vast dat de getekende naad en zoom eruit steken. Om later te weten waar je moet stikken, de naadlijnen en de vouwlijn aan de verkeerde kant. Hiervoor leg je een zachte stof op de tafel en leg je het Boerda-stijl kopieerpapier met de beschreven kant naar boven. Beweeg nu met lichte druk bij de omtrek van het papieren deel met het radarwieltje. Daarbij wordt het laagje op de stof afgedrukt. Haal daarna het papieren deel van de stof eraf en leg beide stoffen delen weer op elkaar. Draai het papieren deel nu om en teken de eerste patroonlijn, om deze ook aan de andere kant aan te geven. Een gedetailleerde beschrijving vind je op de gebruiksaanwijzing in de verpakking. Neem de vouwlijn bij de voorpanden over door rijgstreken uit te voeren naar de goede kant van de stof. Dit gaat het makkelijkst als je bij een lange steek de naaimachine afstelt. Gewoon bij de getekende vouwlijn stikt. Bereid hiervoor de naaimachine voor door een gekleurde draad op het spoeltje te wikkelen.
en de nijgaren als bovendraad in te rijgen. Zigzag dan de randen, zodat ze niet meer kunnen rafelen. Wikkel hiervoor nijgaren in een bijpassende kleur op het spoeltje op. Dan kies je bij de naaimachine een zigzagsteek uit. Zigzag nu bij het voor- en achterpand alle randen, behalve de halsrand. Stik hiervoor de randen en let erop dat de naald net naast de rand in en uitgestoken wordt. Knip de uitstekende stof bij de randen voorzichtig af. Maar pas op dat je de steken niet kapot knipt. Nu kun je met het naaien beginnen. We beginnen met de middenachternaad. Leg de achterpanden op elkaar. Speld de middenachternaad en let erop dat de goede kanten op elkaar liggen. Steek de spelden steeds in beide lagen stof in en steek dwars op de rand in. Dan hoef je ze er tijdens het stikken ook niet uit te halen. Kies bij de naaimachine een rechte stiksteek en begin met 3 à 4 steken heen en terug te stikken, zodat de naad niet loslaat. Stik dan over de getekende naadlijn en stik een keer heen en terug aan het einde met 3 à 4 steekjes. Strijk dan de uitstekende naden open, zodat de naad mooi plat komt te liggen. Leg de voorpand op het achterpand. De goede kanten liggen op elkaar. Speld nu de schoudernaden en dan de bovenmouwnaden op elkaar. Stik nu over de naadlijn heen en stik ook aan het begin en einde een keer heen en terug. Strijk nu de naad weer open. Nu gaan we verder met de halsrand en de voorranden. Leg hiervoor eerst het achterste belegdeel met de goede kant naar boven op de tafel. Dan leg je de voorste belegdelen met de tussenvoering naar boven op het beleg, zodat de randjes netjes op elkaar liggen. Speld nu de randen op elkaar. Stik de schoudernaden bij de getekende lijn. Stik aan het begin en einde een keer heen en terug. De naden worden ook hier weer opengestreken. Dan werk je nog de buitenranden van het beleg met zigzagsteken af. Keer het jasje naar de goede kant en vouw de voorpanden van het jasje voor het aangeknipte beleg bij de ingeregen rijgestreken naar buiten. Speld het beleg op de halsrand vast. De kant met de opgestreken tussenvoering ligt nu boven. Speld het beleg met de goede kant op de goede kant op de halsrand vast. Dit gaat makkelijker als je met de schoudernaden begint en de spelden eerst daarin steekt, waar de schoudernaden van het jasje en het beleg op elkaar liggen. Leg de rest van de rand gewoon netjes op elkaar en speld de lagen op elkaar. De korte randen van het beleg liggen boven op de omgevouwen strook. Stik nu bij de getekende naadlijn voor de halsrand. Vergeet niet ook hier aan het begin en einde keer heen en terug te stikken. Om de halsrand mooi plat te maken, knip je de ronde rand enkele keren tot net voor de steken in. Maar wees voorzichtig dat je de steken niet kapot knipt. Knip de naad daarna met de schaar voor de stof tot 5 mm breedte bij.
Je bent nu bijna klaar. Keer het beleg bij de vouwlijn en dan bij de halsrand naar binnen. Dan strijken wij de rand bij de halsrand mooi plat. Het beleg zit nu aan de binnenkant nog steeds los. Naai nu het beleg met de hand bij de halsrand bij de strook vast. Voer de steken alleen bij het beleg uit, zodat er aan de buitenkant van het jasje geen steken zichtbaar zijn. Doe dit op dezelfde manier ook bij de schoudernaden. Nu hoeven we alleen nog de zijnaden en de ondermouwnaden te stikken. Leg hiervoor het voorpand op het achterpand, met de goede kanten op elkaar. En speld de randen op elkaar. Stik ook hier weer over de getekende naadlijn en stik een keer heen en terug aan het begin en einde van de naad. Strijk de naden open zodat de naden mooi plat liggen. Nu hoeven we alleen nog de zoom van het jasje en de mouwen af te werken. Leg de belegdelen nog een keer plat neer. Vouw de zoom 3 cm naar binnen om en strijk de rand. Speld dan de zoom vast. Nu naaien we de zoom met de hand vast. Opdat de steken nauwelijks aan de goede kant zichtbaar zijn, neem je met de naald slechts 1 à 2 draadjes van de stof op. Keer het beleg weer naar binnen en strijk het beleg. Daarna naai je het beleg met de hand bij de zoom vast. Tot slot haal je de rijgstreken eruit. Bij de mouwen werk je de zoom hetzelfde af en keer je het jasje eerst naar de goede kant en vouw je de zoom van de mouw 3 cm breed naar binnen. En zo strijk je de rand. Dan naai je de mouwzoom hetzelfde als in de vorige stap met de hand vast. Je jasje is nu klaar. Je hebt nu een best ingewikkeld model genaaid. En niet alleen dat, je hebt geleerd een beleg te verwerken en je hebt geleerd met stevige stoffen te werken. Je hebt geleerd hoe je met de hand de zoom onzichtbaar vastnaait. Wij hopen dat je het leuk vond. En hopen je graag bij de volgende workshop weer te zien.